En als hiphop, zeg maar, popcultuur blijft, dan gaan er veel meer Latifas, Tabitas. Heel veel chicks zijn gewoon niet op hun shit. Ik had eerst een boze reactie van, hey, fuck ja, deze man. Ze hebben beef met, letterlijk beef met Campy Kill. Ja, klopt, je weet het toch. Ja, is het van karton bij ja. Viet? Ja, ja, ja. Met 10.000 erop. We're still waiting. maar kom het maar hoe erg je mij haat. Kom maar. Eerst dacht ik echt van sommige dingen kan je niet zeggen, maar nu denk ik van hey, fuck it, ik zeg gewoon alles, man. Ja. Ja. Ik geloof hem wel gewoon. Ja? Oké. Okay. Ja, bam, het is woensdag bij Club Hub. En hoe begin je nou je woensdag het allerbest? Door gewoon even de tijd te nemen voor een goed interview. En als ik zeg goed interview, dan denk je ook meteen aan de jongens van Convo, de belangrijkste hiphop podcast van Nederland. Ze zijn hier, we gaan beginnen. Convo, de podcast waar je alle ins en outs hoort van hiphop in Nederland. Armin Shah, Defano en Yuki hebben al de gehele scene bij hun aan tafel gehad. En zijn inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste hip-hop-popcats van Nederland. En ze gaan super lekker, want hun werk werd dit jaar bekroond met het winnen van de Feed Award. Geef een applaus voor Armin en Yuki! Oh ja, nee. Ja, boys, jullie zijn geblest met een mooie intro. Is het gek, ja. Anderhalf jaar lang zijn jullie bezig met Convo. Ja. En dan nu opeens, je wordt erover geïnterviewd. Was dat iets wat je kon bedenken toen het net begon? Best wel. Yuki, je hebt meteen je antwoord klaar. Best wel, ja. Ja, ja, niemand doet echt wat wij doen, toch? Ooit was een grote gezeik, maar zij doen het niet meer. Dus wij zijn de enige die off zijn gebleven. Dus wie moet je anders spreken? Ja, is ook misschien wel zo. Armin, ja. Hoe is dat voor jou? Gedeeltelijk met Yuki eens. Maar zo snel weet ik niet of we het hadden verwacht. We deden gewoon ons ding. We dachten niet echt van, yo, dan willen we dat halen en dit succes willen we dan halen. We zitten gewoon bijna wekelijks zitten we aan tafel, doen we gewoon ons ding. Mensen waarderen wat we doen, artiesten vinden het leuk om langs te komen. En ja, zo'n prijs en dat we hier nu zitten is alleen maar een bevestiging dat mensen het waarderen, toch? Ja, denk ja ik. Letterlijk prijs gewonnen. Gaan we het straks over hebben. Laten we eerst even kijken. Anderhalf jaar geleden, eerste filmpje. Dat album heeft naar mijn mening Frenna laten zien dat hij ook gewoon internationaal dingen kan doen, man. Zo'n pokoe als Lovely Body en die Only One pokoe met Tabitha. Ja, dat is niet. Echt van een level, daar kan je echt buiten Nederland om heel ver mee. Maar Bone Road is ook echt wel. Ja, eerste aflevering, hoe kijk je dan ook weer naar zoiets terug? Als ik dit terug zie, denk ik van waar is mijn waxpot, man? Ja, in je haar bedoel je? Ja. Het mag wel wat waxen. Maar voor de rest, weet je, dat was gewoon een eerste intro-video. En daarin hadden we het volgens mij over dat Nederlandse artiesten met buitenlandse artiesten aan het werk waren. En nou, bijvoorbeeld zo'n onderwerp, daar hoorde je nooit wat over. Nee. En daar spraken we onderling gewoon veel over. En we dachten van, ja, weet je, ik dacht bij mezelf, dat met die video konden we echt laten zien van, oké, over dit soort shit gaan we het hebben. Ja, dus het idee bestond van we moeten meer over hiphop gaan praten met elkaar. Yuki, hoe was jij aangesloten bij het gesprek? Shout-out naar Jandro. Jandro had ooit iets getweet van, ja man, Yuki moet echt in de show of zo. Want ik ga vaak mijn mening gewoon op Snapchat en ik deed ook een andere YouTube-show, hashtag die boys, waar ik ook best vaak mijn mening gaf. Zei Jandro dat en toen had Armin het gezien en toen had Armin me gewoon geconnect van, yo, bla bla, en zo zat ik aan tafel. Oké, dus jij dacht, fuck it, Yuki is wel een grappige jongen, we gaan gewoon kijken wat we kunnen doen. Blijkbaar, ja. En blijkbaar. Vanaf toen gewoon wel een soort bromance, wel een soort match geworden. Want nu zit je er gewoon vast bij. Ja, klopt. En eerst vond ik het ook niet kut, maar eerst dacht ik echt van sommige dingen kan je niet zeggen. Maar nu denk ik van, hey, fuck it, ik zeg gewoon alles, man. Ja. Het pakt best goed uit. Ja, toch? Ja, hoewel er ook wel tussen jullie specifiek nog wel eens oneenigheid kan bestaan. Niet meer, maar ik weet niet. In het begin was het misschien zo omdat Armin een beetje aan ons moet. Hij moest een beetje aanpassen en wij moesten ook een beetje aanpassen. Maar nu zitten we op een golflengte. Dat, er zijn niet meer echt discussies. Eerst moest ik Fano vaak uitschelden en zo, maar nu hoeft het ook niet meer. Dus, nee. Ja. Ik snap het wel. Jongens, wanneer was dan het eerste moment dat jullie dachten, damn, het gaat goed met Convo. Het begint te lukken of we komen ergens. Wanneer was het eerste moment dat... Gratis festivals? Ja. Ja, maar zeg maar echt. Echt, zeg maar, dat je goed gezet wordt van, joh, je weet toch, oh, Convo, ja man. Muntjes, wil je dit, bla, bandjes, bla. Ja, VIP, zulke dingen, ja. Backstage. Ja. Ja, ja. Ik heb toevallig gisteren nog appelsap mail gekregen. Dat ik dacht van, oh, oké, okay, dit komt door Convo. Is dat voor jou ook dezelfde mate? Meet je ook je succes op hoeveel festivals je binnenkomt, Armin? onder andere, het is echt de waardering. Iconen binnen de Nederlandse hiphop scene die je gewoon random komen zeggen dat
die shit die wij doen echt hard is en dat dat nodig was. En weet je, bij die momenten denk je wel van oké, we zijn op de goede weg, denk ik. En ja, ik denk dat de Feed Award wel echt een soort van piekmomentje was dat we dachten van wauw, oké, we worden ook buiten echt de hip-hop scene gewaardeerd. Ja, letterlijk een award krijgen. Ja. Ja. Armin zegt, we kregen respect van real heads, oude mensen in de scene. Ik hoor heel veel boys. Yuki, hoe zit het met de meids, man? Is zeg maar aan een talkshowtafel zitten, is dat iets waar ook meids opeens je gaan DM'en van hey, ik zie dat je goede meningen hebt? Het ligt aan de soort dames. Nee, G, eerlijk zijn, bro. Ja, nee, ik ga eerlijk zijn. Want ik heb hem eerder over aangesproken en luister, toen kapte hij het af. Luister, nee. Laten we gaan nu, het ja. Het ligt aan de soort dames. Bijvoorbeeld, een bepaald groep dames kijkt gewoon niet naar comfort. Zij zeggen van, ja, wat de fuck doe je eigenlijk? Ze zien gewoon, je zit de hele dag bij Red Bulls. En denken van, oh ja, maar deze guy, hij is gewoon iets dus, we gaan voor hem. Maar bij die denk je van, oh, je bekken, man. Maar dan heb je die andere chicks die echt begrijpen waarover je praat. Zeggen ze, ja, we kijken je show en die is leuk, bla bla. Ja. En die zie je bij de hip-hop festivals, de hip-hop feestjes. En dat vind ik het wel fijn. Ja, toch? En dan sta je zo meteen op Appelsap, in de backstage. Je neemt die chicks misschien mee. Ja, ik denk het ook. Ja, het ligt eraan met hoeveel guys ik ben, toch? Je moet een beetje matchen, maar qua dat, ja, chicks komen wel en dat is wel grappig. Ja, ik gun het je totaal, maar laten we even kijken naar het volgende fragment uit de show. Ja, toch. Populariteitsprijs gewoon. Ja. Oh, wow. Oh ja, Phoenix is wel toch op populariteit, man. Ze zijn niet echt op kwaliteit en zo, dus. Vind je? Bash of Phoenix vaak, man. Ja, hoe best je Phoenix heet. Ga niet te vallen. Sorry. Maar kijk, het is niet erg, hoor. Phoenix is hit radio. Dus ik vind het niet gek, weet je waarom Phoenix hit radio is? Nee, maar dat boeit me ook niet. Oké, ik moet jullie er allebei op aanspreken, boys. Dit is de eerste keer dat ik ooit ergens mensen heb horen, ja, toch wel haten op Phoenix. Ja. Leg me even uit, wat is jullie deal met, wat is er mis met Phoenix? Even kijken, de playlist vond ik suf. Ik vond dat ze even kijken, scherper konden zijn op bepaalde dingen en zo. Ja, dat heb ik ook vaker in de show aangegeven. En ik heb ook nog met mensen van Phoenix gesproken, wat ik zat daar regelmatig. Ja. Je bent zeg maar omroep en je moet een bepaalde groep belichten en zo. En dan doe je alleen maar kinderachtige shit met, ja, hoe duur is dit en bla bla. In plaats dat je echt dingen meegeeft. En dat was mijn kritiek meer. En toen hebben we ook daarover gesproken en er is ook iets moois uitgekomen. Er komt zoveel shit uit en Phoenix is de enige aanbieder op radioplatformen die dat echt draaien en zij moeten van aan alle wensen voldoen en het binnen die playlist persen. Ik denk dat we het over eens zijn. Ja, cool. Jij en ik, dat er ook gewoon een alternatief, al is een hiphop platform of iets of whatever, hiphop radio platform waarin andere tracks die niet op de radio gedraaid worden wel de kans krijgen om gehoord te worden. Terecht, dus Hilversum, you know. Ja, plus we moeten die oude mannetjes heel veel goed houden, toch? Dus daarom. Is zo. Ja. Is zo. Maar ik wil ook wel even nu in defense of dat we nu bij de NPO zitten. Ik vind bij 3 voor 12 vind ik goede interviews met rappers, goede live sessies met rappers en de juiste rappers komen er langs. Meens. Ja, klopt. Oké. Oké. Ja, ze kiezen die alternatieve hoek die niet veel, per se veel views pakken of zo. Dat vind ik wel dope. Ja, nou, ik vond het tof dat Ray Vegel daar was. Maar toen dacht ik van oké, jullie doen iets goed. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Ik heb geschiedenis gebroken sinds 2010. Was ik de eerste vrouw die in de top 100 kwam, op nummer 4. Niemand had dat gedaan. 2010? Met dat? Ja, sinds 2010. Sinds 2010 dus. Was er geen vrouw gekomen in de top 100. Oh, sinds 2010. Wie was het? Ilse de Lang was het? Ik ben vergeten wie het was, maar... Ja, maar weggeslaagd, Tifa kwam. Even, eerlijk. En daarna kwamen meer vrouwen, Femke. Shout-out naar Tifa, ze komen ook uit de hoed. Je weet zelf, 11-04, je weet zelf. Goeie energie. Ja, ik, omdat jullie toch ook een beetje, zeg maar, hiphop fijnproevers zijn. Jullie praten over de cultuur. Ik dacht, misschien is het goed om te hebben over waar de Tifa het hier ook over heeft. Weinig vrouwen breken door in de hiphop. Mm-hmm. Boys, waar ligt het aan? Armin, kijk naar jou, waar ligt het aan? Kwestie van tijd, man. Kwestie van tijd. Ik denk over 10... Nee, niet 10 jaar, over 5 jaar misschien zelf. Er komt echt wel... Die balans gaat er echt wel komen. En dat is... Met name, en dat is mijn theorie, omdat hiphop uit een redelijke gangster-era komt. Waarin hiphop, je weet toch, je moest zeg maar straat en gangster zijn. Dat was zeg maar de norm en dan was je real, et cetera. Die close-mindedheid die hiphop eerst had, daar zie je nog wat, het laat nog wat sporen naar. Maar ik ben 100% van overtuigd, als we nu gewoon zo doorgaan en als hiphop zeg maar popcultuur blijft... Dan gaan er veel meer Latifas, Tabitas, Loutjes... Glas half vol, ik hoor het al, Femke man. Glas half vol. Ja, maar is het glas bij jou ook half vol? Nee, heel veel chicks zijn gewoon niet op hun shit.
Ja? Ja, je wilt muziek maken, maar je gaat er niet 100% voor en je loopt te klagen. Maar zijn er ook niet gewoon heel veel boys niet op hun shit? Ja, maar luister, Nederland? Over het algemeen zijn er heel veel mannelijke rappers. En daarvan breken een paar door, omdat er heel veel zijn. Maar er zijn dan weinig vrouwelijke rappers. En dan zijn ze niet op hun shit. Dan gaan maar 1 of 2 per jaar doorbreken. Zo bekijk ik het. Als meer vrouwen gewoon... Ik denk dat je wel wat vrouwen boos maakt, denk ik. Ja, nee, maar dit is hoe ik denk. En dit is ook wat gezegd moet worden. Ik vind dat ze gewoon meer moeten releasen, meer... bezig moeten zijn met het muziek maken, niet alleen kijken en nadenken. Dus en vrouwen moeten van... meer hun best doen dan de mannen in de scene. Even kijken. Ja, dat is jammer genoeg wel zo. En als je hard bent, ben je gewoon hard. Ja. Het is niet van, ze is hard, maar het is een vrouw, dus we laten het niet. Als je hard bent, ben je gewoon hard en dan kom je er. Precies. Alleen, we need more. Ja. Oké, dus als er nu vrouwelijke hip-hopmakers kijken, als je rapper bent nu, DM ons, DM deze jongens. Ja, man. Kan gewoon. Ja, like, ik kan me niet herinneren dat laatst een DM van een vrouw heb gehad, yeah, of een chick heb gehad die zegt van, wil je naar mijn raps luisteren? Is een Nederlandse hiphopluisteraar niet een beetje een irritante luisteraar ook? Ja, klopt. Maar omdat het ook nieuw voor ons, niet voor ons allemaal is, maar voor het grote deel wel. Wij die al sinds naar hiphop luisteren, toen het hier nog niet groot was en zo, wij kunnen bepaalde kleine dingetjes waarderen of bepaalde soort rappers waarderen. Een andere grote groep heeft maar één beeld. Zij hebben van, oké, bij 1-1 willen we alleen lijpen zien, we willen alleen een hef zien, we willen geen... Wie zien? Iemand die heel anders rapt of zo. En er zijn jongens van 15, 16 die gewoon hun wil willen hebben. Ja. Like a normal puber wil. Plus, weet je, we zitten nu in een beetje een transitiefase in hip-hop. Er wordt heel veel geklaagd over autotune. Ja, wij hebben niks met mis, er is niks mis mee met autotune. Mensen willen straatshit. De ander zegt weer van, brengen jullie weer een straatrapper? Weet je, de comments is 90% gezeik. Ja, altijd. Bij elke dus video. Gaat ook nooit. Iedereen gewoon door wat gaat ook onder deze video gebeuren. Ja. Kom het maar hoe erg je mij haat. Kom maar. Oké, hey, over comments en haat gesproken. Ik vond dit een interessant fragment bij jullie. Jongens, hoef ik niet te horen, man. Ik wil zijn pijn horen. Ik wil een beetje die slechte gezang van hem horen. Dat hij pijn heeft en zo. Dan denk ik van ja, man. Ken nu klink je gewoon als al die fans die een andere kant willen horen van een artiest. Net bijvoorbeeld. Ik wil dit van Jonna horen. Maar dat is zo. Dat ga je ook altijd hebben. Ik zeg niet dat hij dat per se moet doen, maar ik wil dat wel van hem horen. En ik denk dat velen dat ook van hem willen horen. Heel fijn dat hij wat anders probeert de andere kant. Maar niet altijd is je andere kant beter. Ja, boys, niet de eerste keer dat jullie kritisch zijn in de show. Maar dit was kritiek op Campy en ik hoor dat er iets heel geks is uitgekomen. Wat Armin, weet jij het verhaal? Nee? Dat Campy hier goed op reageerde namelijk. Klopt. Hebben we gezien op Instagram. Ja. Kijk, dit is een voorbeeld waar we in het begin van dachten... Kunnen we die kritiek wel geven? Gaan mensen verkeerd opvatten? Campy, shout-out naar Campy. Het is letterlijk Campy. Het is wel letterlijk. Neemt het over en ziet het als... Oké, dus kritiek mijn kant op. Ja. Jullie gaan het zien op mijn album. Perfect antwoord. Ja, perfect antwoord. Joek, had je het verwacht? Nee, ik had niet verwacht. Ik had eerst een boze reactie van... Hey, fuck deze man. Dan heb je beef met letterlijk beef met Campy kill. Ja, klopt. Je weet het toch. Wie vet Campy, wel geinig. Maar hij kwam kapot goed erop. Hij kwam gewoon goed ermee en zo. En hij heeft laatste tune uitgebracht. Hoe heet die tune? Terug naar toen? Terug naar toen. Ja, terug naar toen. Kapot sterke tune. Heel mooi nummer. Mooi. Er zit een switch in waar je ook denkt van... Ja, man, de Campy heeft daar zijn bandana weer. Ik dacht, ja, man, Campy, shout-out naar jou, man. Begrijp het, boys? De vierde woord. Laten we het er gewoon wel even over hebben. Okay. Een fragment. Armin, jij mag wel even over vertellen wat hier gebeurt. Want we hebben geen geluid. Wat gebeurt hier? We krijgen een kartonnen plak. Ja, is het van karton bij Viet? Ja. Met 10.000 erop. We're still waiting. maar... Is dat echt zo? Want ik weet niet hoe dit werkt. Hoe werkt dit? Het traject is in gang gezet. Maar op een gegeven moment, wie gaat hem op zijn rekening krijgen? Het is zo dat het gewoon gebruikt wordt voor nieuwe content. Dat is de bedoeling. Ja. Dus het is niet zo dat ik opeens plus 10.000 op die zakelijke saldo zie. Dus zeg maar, als je 3 nieuwe MacBooks nodig hebt voor je content, haal je 3 nieuwe MacBooks eruit. Ik dacht aan 3 Vespa's, eerlijk gezegd. Maar we'll see. Kom on the wheels. Shit. Ja, daar kreeg je overhandigd. En toen stond je opeens in het middelpunt van allemaal kids die dachten van, wie de fuck zijn jullie? Ja, hè? En wij stonden daar van, can we do a speech? Mogen we iets zeggen? En hebben jullie toen iets kunnen zeggen? Nee. Ik zeg eerlijk, Defano is een freestyler. Ja. En hij zal op dat moment die microfoon pakken en zeggen, hey, alle verliezers, dank jullie wel. Wij hadden niet verwacht dat wij dit zouden winnen, maar ik wil graag iedereen bedanken voor Algemeen Dagblad, de jury, de Feed Awards, alle kijkers, de supporters. Ik ben blij met Red Bull Music, ik ben blij met Armin. Deze man freestylt hier gewoon. En
Wij gaan hiermee door. Ik zie dit als een bedankje. Dit is een troost voor ons. Dit is erkenning. En ik wil de Feed Awards bedanken. Wow. Zo wow. Applaus voor jullie. Wow, okay. Ja, dit was hem. Dit was hem, ja. Je hebt hem nu toch gepakt. Je verbaast me, man. De final voice. De final voice. Ja, man. Maar nu, een prijs. Wat is dan de toekomst van... Ik hoor meer content. Maar wat betekent content? Wat gaan jullie doen? Hip-hopcultuur groeit, de muziek groeit, et cetera. Wij willen... we doen nu een talkshow. En we gaan proberen op andere manieren de cultuur te belichten. En misschien een crossover met het buitenland, wie weet. Misschien een crossover met andere genres. Jokie, is je Engels? Ja, ja, mijn Engels is uitstekend. Plus, we gaan feestjes geven. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, kijk, dat was niet eerste plan, maar ik zeg het nu van, we gaan feestjes geven. Een comfort vista, je weet het zelf. Jullie moeten onderling nog even dag praten. Nee, maar geloof me, in Amsterdam. Amsterdam heeft weer goede feestjes nodig, dus wij gaan dat regelen. Ja, maar ik heb er zin in. Okay. Of misschien, ik dacht aan Convo Sound System. En jullie samen als DJ. Dat ik draai en Yuki en de Fano. Jullie hebben sowieso allebei net een andere smaak volgens mij. Nee. Het zou je verbazen, man. Het zou je verbazen hoe goed we overleven. Ik wil dan weten van de toekomst van Convo. Wie horen daarbij? Welke gasten moet ik dan aan denken? Luister, ik wil voetballers. Maar het gaat een beetje moeilijk. Want voetballers willen ook graag komen. Maar het gaat gewoon moeilijk met hun schema. En hun PR-mannetjes van hun clubs. Ja, meer voetballers. Grote rappers, maar ook nog steeds nog meer mensen die achter de schermen bezig zijn. En de culture designers naar boven pushen. Bijvoorbeeld. Ja. En dat kan een A&R zijn, dat kan een label manager. Dat kan een... Oh, we moeten kappen. Excuses. Jongens, dankjewel voor dit, man. Dankjewel voor dit kijkje achter de schermen bij Convo. Man. We willen jullie sowieso jullie show maken. Sowieso. En gefeliciteerd met die award, man. Thanks, man. Thanks. En we vinden Clubhub ook echt leuk. Ja, één. Dat kwam echt wel gemeen. Ja. Ik geloof hem wel gewoon, man. Ja? Oké. Wichtel vind ik leuk. Ik ben blij dat ik er niet mag zitten, doe. Ja, we gaan het nog wel een keer doen, denk ik. Yes, doe je best op school. Later.